Goedendag. De dag begon vandaag op heel veel plaatsen nog vriendelijk met flink wat ruimte voor de zon. En daar genoten deze alpaca zo te zien ook nog wel even van. Maar toch zien we in de lucht toch ook al die sluierbewolking. En dat duidt toch op de nadering van een regenstoring, die met name vanavond en vannacht over Nederland gaat trekken. Daarbij gaat de wind ook weer flink toenemen in kracht. Dat komt doordat Storm Jocelyn daar aangekoppeld is en die gaat ook zorgen voor zware windstoten. Dan kunnen we aan de kust ook wel weer van dit soort plaatjes gaan verwachten. We zien die storing nu eigenlijk al naderen. Op dit moment nog zonnige periode, maar de bewolking wordt vanuit het westen al steeds dikker en uiteindelijk volgt dan ook die regen. Als eerste dus in het westen van Nederland in de loop van de middag gaat dat gebeuren en uiteindelijk breidt die regen zich in de loop van de avond en nacht steeds verder uit over Nederland. Kan regionaal weer flink gaan doorplensen en daarachter loopt de temperatuur alleen maar verder op naar 12 of 13 graden midden in de nacht. Echt wel hele hoge waarden. In de loop van woensdag wordt het op heel veel plaatsen droog, met dan mogelijk ook nog wat ruimte voor de zon. De wind, ik benoemde het net ook al even, die gaat flink aantrekken. We krijgen te maken met zware windstoten in de loop van dinsdagavond. In de woensdagnacht ligt waarschijnlijk de piek, met dan op grote schaal die zware windstoten van meer dan 75 km per uur. De zwaarste windstoten in het noorden en westen, daar mogelijk 80 of 90 km per uur. Ook tijdens de ochtendspits dus dat is nog wel even iets om rekening mee te houden. In de loop van woensdag dan beginnen die windstoten toch wel wat in kracht af te nemen. Uiteindelijk trekt dat windveld ook weg richting Denemarken en Duitsland en wordt het een stuk rustiger. In de kaart ziet dat er dan zo uit voor komende nacht. We hebben te maken met regenachtige perioden. De wind die dus flink aantrekt. Boven land wordt die krachtig, aan zee mogelijk hard of stormachtig, met dus op grote schaal die zware windstoten. En de temperatuur die loopt alleen maar verder op naar 10 tot 12 graden. Morgen start dan ook nog onstuimig, met dus die zware windstoot op grote schaal. Maar uiteindelijk wordt het echt wel rustiger. Die regen trekt weg richting Duitsland. We krijgen een mix van wolken en zon. De temperatuur, ja, die ligt nog wel vrij hoog met 10 tot 12 graden. Donderdag starten we dan nog droog, maar in de loop van de dag krijgen we met regen te maken. Dan een graad of 9. Vrijdag is het weerbeeld eigenlijk precies andersom. Dan starten we met regen, maar uiteindelijk wordt het dan droog met zonnige perioden. En dan een graad of 11. Daarna komen we tijdelijk onder een uitloper van hoge druk te liggen, waardoor het iets rustiger wordt. De wind neemt wat in kracht af. In de nacht naar zaterdag mogelijk dan nachtvorst, overdag een graad of 6 met een mix van wolken en zon. Maar daarna dan gaat de stroming toch weer naar het westen draaien. Gaan we weer naar de dubbele cijfers, wordt het weer wisselvalliger. En als we dan even naar de iets langere termijn gaan kijken, dan zien we dat daar voorlopig ook weinig veranderingen in zit, maxima rond een graad of 10 en dagelijks toch wel kans op enkele buien. Tot de volgende keer